Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto veel wolken boven ons land en vooral in het zuidwesten af en toe regen of motregen. In het noordoosten blijft het vanochtend droog en die droge momenten die breiden zich uit naar het zuiden toe. En dan breekt later vanochtend ook de zon door. Vanmiddag dan is het in het hele land droog met geregeld zonneschijn en het wordt 8 tot 10 graden. De wind is matig vanuit het noorden, windkracht 5 aan zee. En vanavond blijft het ook droog, klaart het op en landinwaarts kan het kwik vannacht dicht bij het vriespunt komen. De wind die valt geleidelijk aan helemaal weg en lokaal kan er een enkele mistbank ontstaan. En morgen ziet het er beter uit dan vandaag. In de ochtenduren is de zon er al bij en ook in de middag ziet het er aardig uit met geregeld zonneschijn. Het blijft overal droog en het wordt opnieuw 8 tot 10 graden bij een matige noordwestelijke wind. Maandag in het westen wat meer wolken en misschien een beetje regen, maar verder een droge dag en 9 tot 12 graden. Dinsdag en woensdag overwegend droge dagen en geregeld zon. En het wordt dan ook nog iets warmer. Het wordt 13 graden in het zuiden van het land. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.